Welkom bij Bollestreek van Toen, een programma dat wij maken samen met historische verenigingen en instellingen en mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de Bollestreek. Vandaag in Bollestreek van Toen, een film uit 1978. In die jaren helpt Noordwijk een arm Afrikaans land boven Volta. Zij beloven 50.000 gulden te schenken op voorwaarde dat inwoners van Noordwijk ook 50.000 gulden bij elkaar verzamelen. En dat doen ze vervolgens door een markt te organiseren, de Boven Volta Markt. En in de film die u nu kunt gaan kijken, ziet u beelden van de acties van de markt en beelden uit Boven Volta. Ik wens u veel kijkplezier. Dames en heren, leden van de Raad, aan de orde is agenda punt 14. Voorstel van burgemeester en wethouders om wederom een bedrag van 50.000 gulden ter beschikking te stellen voor onze projecten in Boven Volta. Onze onderwijscentra die we daar tot stand hebben gebracht in Kera, Kosso en Sequi. De voorwaarde daarbij is, evenals andere jaren, dat onze eigen bevolking eenzelfde bedrag op zijn minst opbrengt. U weet, in de afgelopen jaren is dat uitgebreid gelukt door onze evenementenmarkt en een volledige actie door het jaar heen. De bevolking heeft ruim zoveel bij elkaar gebracht. Ik zou u willen verzoeken om dit jaar ook weer dit bedrag ter beschikking te stellen om deze dorpen aan een onderwijscentra in Boven Volta te helpen. Hebt u daar bezwaren tegen? Niemand van u bezwaren? Dan is al dus besloten. In Noordwijk valt een hamerslag. En hier, 6000 kilometer verderop, komt iets in beweging. In Boven Volta, Afrika. Mensen bouwen aan een school. Hun school. Precies zoals ze hem altijd al wilden. Maar het was er tot nu toe niet van gekomen. Leerplicht is er wel in Boven Volta. Onderwijs is zelfs gratis, maar dat is theorie. De overheid heeft geen geld voor de bouw van scholen. De mensen moeten dat dus zelf maar doen. En dat valt in praktijk niet mee. Zeker niet in een land dat toch al veel problemen kent. Een moeizaam proces. Al wil het hele dorp er hard voor werken. En al heb je er al tijden voor gespaard. Want wie, zoals deze mensen hier, maar 300 gulden per jaar verdient, kan niet zo gek veel missen. Noordwijk kon dat wel. Het financierde de bouw van 3 scholen in Kera, Kosso en Sequi. En daardoor komt hier iets in beweging. Gamme, le complément d'hiver, dip, 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 et puis là écrasait le lit dans un morceau de bois. Dès 5 heures, il mélangeait préparant la farine du couscous. Le mil, complément d'objet direct de écrasé. Donc, le mil, c'est un complément. Complément d'objet direct de quel verbe? Ensuite, dans un mortier de bois. Dans un mortier de bois. Allez, on parle fort. Dans un mortier de bois. Toi là-bas. Bintu Kafrani Ferré. Aya Karayandeula. Aywa. Munkama Uba Foko Bintu Nifati Yede Messengi Mawye. Madou. Bintu Kafrani Ferré. Kabini la koli blara bintu ni fati tumbu bamso deme gwabugu kono bara la oye joli tu nani nduru oye kononto savani nani oye wolon fla oye bi wolon fla ni kononto. Onderwijs, hier nog een grote luxe. Van de 10 mensen op het platteland volgde er maar 1 de basisschool. Want leerplicht is er wel in Boven Volta, er zijn alleen te weinig scholen. Deze kinderen hebben dan ook geluk gehad, maar zij vormen slechts een minderheid.
De meerderheid blijft buiten, wegens plaatsgebrek. Er zitten er al 80 in een klas. Noordwijk. Ook hier komt iets in beweging. Een gigantische machine, door honderden vrijwilligers in gang gehouden, zamelt geld in voor het goede doel. Met alle middelen. Loterij en kunstmarkt, pop en sport. Of, zoals hier, met de jaarlijkse evenementenmarkt. Het klapstuk van de acties. Acties met een keihard doel. 50.000 gulden. Noordwijk staat op stelten. Ja, het is inderdaad een spektakel, deze evenementenmarkt. Je zal wel zeggen van ja, waarom hebben jullie gekozen voor zo'n grote opzet met zoveel commerciële en ideële kramen. Met al die podia en eetenten en dat soort zaken. Daar hebben wij ook erg problemen mee gehad in eerste instantie. Waarom we ook juist voor deze opzet gekozen is dat wij een financiële verplichting hebben aan boven Volta. Wij zijn geen medefinancierders, we financieren rechtstreeks in het land zelf. Dat betekent dus dat we ook verantwoordelijk zijn ten opzichte van de dorpen in boven Volta om het bedrag wat we jaarlijks begroot hebben, om dat op te hoesten. Nou, dat is een bedrag van 50.000 gulden, wat door de gemeente verdubbeld wordt tot met 50.000, zodat er een ton per jaar gefinancierd wordt in 3 dorpen. Dat is in feite voor ons een morele verplichting om daaraan te voldoen, want het is heel moeilijk om van hieruit aan de Afrikanen uit te leggen van jongens, sorry, maar dat hebben we dit jaar niet kunnen ophoesten, dus jullie moeten nog een jaar wachten met de bouw van een klaslokaal. Nou, naast dit hele spektakel met muziek en podia en al dat soort zaken hebben we een informatiestand over boven Volta. We hebben juist gekozen voor zo'n opzet om zoveel mogelijk mensen naar Noordwijk te trekken, zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met ontwikkelingssamenwerking met de naam boven Volta. Zodat ze gewoon bij, als er andere artikelen in de krant staan, als er meerdere dingen aan de orde zijn, dat ze dat herkennen en hopelijk verder zich informeren over boven Volta. Informatie. Bewustwording. Want hoe belangrijk harde guldens dan ook zijn, dat blijft toch het uiteindelijke doel. Omdat het niet bij incidentele hulp mag blijven. Bewustwording. En dat begint met informatie. Boven Volta, tropisch Afrika. 32 tot 40 graden, elke dag opnieuw. Een hele opgave om dan te moeten werken. Te meer omdat hier alles extra moeite kost. Geen elektriciteit, geen gas, geen water. Alleen al het klaarmaken van het eten kost 6 uur. Granen malen, brandhout zoeken, waterputten. Soms kilometers ver. Het valt niet mee om dan nog aan vooruitgang toe te komen. Zeker niet wanneer je toch al zwakker bent. Door slechte voeding. Te weinig, te eenzijdig. Door drinkwater dat onbetrouwbaar is. Allerlei ziektes krijgen zo een kans. 1 op de 3 Voltanen leidt aan bilharzia. 1 op de 15 aan rivierblindheid. En verder malaria, lepra, TBC. Daar doe je niet veel aan met 1 arts op de 100.000 mensen. Medicijnen zijn trouwens veel te duur. Veeteelt. Dat leek een winstgevend bedrijf. Westerse landen sprongen bij. Ze sloegen putten en bestreden ziektes. Het resultaat? Te grote kuddes, waardoor het land werd kaalgevreten. Erosie, toch al een kernprobleem in de Sahel, kreeg zo een extra kans. Ook landbouwgrond viel aan het vee ten prooi. Grond waarvan de mensen moesten eten. Katoen. Een van de weinige gewassen waarmee iets te verdienen valt. Geld. Vroeger was dat niet zo nodig. Er werd geruild of men gebruikte schelpen.
totdat westerse landen hun economie introduceerden. Die wilden geld. En nu kan niemand zonder. Veel wil de westerse wereld voor katoen niet betalen. Maar de Voltaanse boer heeft nauwelijks keus. Steeds meer katoen, steeds meer erosie. Steeds minder grond om zelf van te eten. Maar tegelijk wel steeds meer mensen. De grond raakt uitgeput met als gevolg regelmatige voedseltekorten. 9 van de 10 Voltanen zijn afhankelijk van deze karige landbouw. 9 van de 10 Voltanen leven op de rand van het bestaan. Boven Volta, een van de armste landen van de wereld. Geen delfstoffen, nauwelijks industrie. En wat je op straat verdienen kunt, zet ook geen zoden aan de dijk. 1 op de 7 Voltanen werkt daarom in het buitenland. Een ware exodus, al eeuwenlang. Eerst als slaaf, nu als gastarbeider. Jonge mensen verlaten hun land omdat ze er geen toekomst zien. Maar zonder hen kan een land niet aan zijn toekomst bouwen. Jullie hebben de laatste weken gepraat over Afrika. En een van de dingen die daarbij wel naar voren is gekomen, is denk ik dat er een groot verschil bestaat tussen die landen daar en onze westerse wereld. Wie van jullie kan er nou iets opnoemen waardoor er een groot verschil is tussen het leven daar en het leven hier? Een klas in Noordwijk praat over boven Volta. Het doel, bewustwording. En dat begint met praten. Op scholen, in verenigingen, in de politiek. Informatieoverdracht, een eigen blad, artikelen in de plaatselijke pers, discussieavonden. Een lange weg, maar andere wegen zijn er niet. En hier heeft men tenminste nog een sterk wapen in de hand. Een concreet project dat leeft bij de bevolking. Zodat men ook concreet kan praten over problemen van mensen met wie een band bestaat. Mensen in de derde wereld. Je kunt kinderen in Boven Volta naar school sturen en dan leren ze rekenen en schrijven en lezen en taal. En dat is natuurlijk erg leuk als je dat leert. Maar dat is een soort onderwijs waar de kinderen in Boven Volta niet zo heel erg veel aan hebben. In Boven Volta is namelijk 80% van de hele bevolking is boer. En als je nou alleen maar kan lezen en schrijven en rekenen en je zegt, ik wil dus geen boer worden, dan moet je dus een ander baantje vinden. En die andere baantjes, die zijn er niet. En dat is de reden waarom er een school gebouwd wordt met daarnaast een kippenhok, een varkensstal, een stal voor de ossen, een schooltuin en een gemeenschappelijk veld. Lagere school en landbouwonderwijs. Het bestond al allebei in Boven Volta. In een paar dorpen werken die nu samen, zoals in Kera, Kosso en Soekwi. 6 jaar basisschool, 3 jaar landbouwonderricht. Aparte opleidingen, maar geïntegreerd. Waardoor de basisschool beter aansluit op het landbouwonderwijs. Maar vooral op het leven van alle dag. Kinderen houden zo een band met het agrarisch milieu. Het milieu waarin hun toekomst ligt. Thank you.
Lagere school en landbouwonderricht. Samen in een nieuw systeem. Cité Educatief wordt het genoemd. Scholingscentrum. Want men wil meer. Een onderwijscentrum voor het hele dorp. Jong en oud. Hier komt dat al een beetje tot zijn recht. Op de gemeenschappelijke velden, eigendom van het dorp. Jong en oud werken hier samen, begeleid door een docent. Ook ouderen komen zo in contact met nieuwe landbouwmethodes. Maar deze velden hebben nog een functie. De opbrengst komt ten goede aan het dorp en zo ook weer aan de cité. Men koopt er landbouwgereedschap voor, of pennen, boeken, schriften. Langzaam ontstaat zo een systeem dat niet op steun van buitenaf blijft aangewezen. U ziet hier een voorraadschuur voor graan in een van de dorpen. Hier ziet u die voorraadschuur wat van dichterbij. Van bovenin wordt het graan gestopt en in het midden kan je dat Noordwijk. Dus, uithalen. Een discussieavond. Het doel? Bewustwording. Een lange, trage weg. Vaak om de moed bij op te geven. Omdat de resultaten vrij gering en nauwelijks meetbaar zijn. Bovendien blijft het een kleine groep mensen die erin geïnteresseerd is. En ik denk dat je ervan uit moet gaan dat je daar de grote massa nooit mee zult bereiken. Mensen zijn nu eenmaal eerder geneigd om een tientje te geven, te denken dan ben ik er vanaf. Dan dat ze zich werkelijk willen inspannen voor de achtergronden die er nu eenmaal bij ieder project zijn. Ik denk eigenlijk dat we toch door moeten gaan. En dat we toch moeten blijven proberen om mensen daarvoor te interesseren. Juist omdat het van het grootste belang is dat mensen zich hier ervan bewust worden dat er daar nooit iets essentieels kan veranderen als we de zaken op de wereld niet wat eerlijker verdelen. Het is tenslotte zo dat er pas van een eerlijke verdeling sprake kan zijn als je ook die macht en die kennis over wilt dragen aan die landen die daar op dit moment zo erg behoefte aan hebben. Boven Volta, ook hier een vergadering. Dorpsraad, vrouwenraad en jeugdraad. Alle drie voltallig bijeen om over de cité te praten, over nieuwe bouwactiviteiten. Over de opbrengst van de velden, de besteding van het geld. Geen directeur of docenten, maar gewone mensen. Want die beslissen over de cité. Zo is dat hier van meet af aan geregeld. Gewone mensen. Zelf zijn ze verantwoordelijk. Zelf beslissen ze over de inhoud van het onderwijs. En daarmee breekt een nieuwe fase aan. Onderricht aan volwassenen. Het einddoel van de cité komt zo in zicht. Een scholingscentrum voor het hele dorp. Jong en oud, man en vrouw. Het onderwijs waarvoor men zelf kiest. Voorlichting over voeding. Gezondheidszorg. Alfabetisering, ook voor ouderen. En demonstraties of excursies voor scholieren. Een eerste kennismaking met ambachtelijk werk. Donc, au fur et à mesure qu'on tisse, ce fil finit. Viens. Bon, tu regardes bien. J'ai déjà passé le fil de la navette. Maintenant, tu vas peigner. Ne change pas de pédale d'abord. Tu peignes bien fort. Attention, si tu tires, il ne faut pas tirer les deux à la fois. Tu tires seulement le peigne. Oui. Change, tape fort pour faire.
Ik heb het ook op Pegasi. Pegasi. Jammer naar Pegasi. Pegasi. Atokoko. Atokoko. Pegasi. Jammer naar Jininga, waar ik het ook aan. Kera, Kosso en Sukri. Het waren altijd al actieve dorpen. Daaraan dankt de Cité zelfs voor een groot deel zijn succes. En dat, op zijn beurt, leidde weer tot nieuwe activiteiten. Het hakken van stenen, zoals hier. Dezelfde die voor de Cité werden gebruikt. Van lateriet, een zacht gesteente dat op veel plaatsen aan de oppervlakte ligt. Eenvoudig te bewerken, maar, eenmaal in de zon gedroogd, bijna zo hard als baksteen. In het verleden werd het al gebruikt, maar het was zo goed als vergeten. Door de bouw van de Cité raakte het weer in zwang. Leem, dat na de regentijd steeds bijgewerkt moet worden, maakt hier en daar al plaats voor deze herontdekte steen. De invloed van de Cité wordt zo langzaam merkbaar. Ondanks het succes van de acties in Noordwijk zijn er natuurlijk toch wel een aantal problemen. Met name dat bij het starten van dit soort acties je gewoon wel van overtuigd moet zijn dat je binnen je dorp de continuïteit kan waarborgen. Dat je echt ook zowel inhoudelijk, maar ook financieel de zaak kan afmaken. Dat zou ervoor pleiten om, als je daar niet helemaal zeker van bent, om via een medefinanciering of via een bestaande organisatie, om daar via die organisatie financiering met het land in de derde wereld te plegen. Omdat je kan natuurlijk niet na verloop van tijd kan zeggen van sorry, de activiteiten zijn hier opgehouden en het project moet daardoor stagneren. Het is inderdaad een reëel gevaar, want het ligt voor de hand dat mensen, als ze eenmaal die verplichting op zich genomen hebben, dat ook waar moeten maken. Dus hoe je het ook draait of keert, dat geld, dat moet er komen. En dat is dus een eerste verantwoordelijkheid. Daarbij moet je natuurlijk niet uit het oog verliezen dat er weinig structurele veranderingen daar plaats zullen vinden als je er alleen maar geld heen stuurt als een soort cadeautje. Tegelijkertijd moet er hier natuurlijk ook het een en ander gebeuren. Naast het verwerven van geld, waar we al een hoop tijd in gaat zitten, is het enorm moeilijk om echte mensen erbij te betrekken. Het is toch gauw, is men geneigd om wel een activiteit mee te doen, wel aan alle zaken mee te doen, zodat men financieel dat bedrag op tafel krijgt, maar niet om zich echt inhoudelijk bezig te houden met de problematiek in de derde wereld. Ik denk dat zeker voor de toekomst dat een van de meest belangrijke zaken is dat daar een echte aandacht op gevestigd wordt. Het blijkt in de praktijk toch heel prettig te zijn als je een groot apparaat achter je hebt, dat je wilt steunen, dat je kan helpen als dat nodig is. En dat ligt niet alleen in de sfeer van geld. Het is natuurlijk prettig als een gemeente ook een deel van het project betaalt, zoals in ons geval. Maar het is ook vooral een prettig idee als zo'n gemeenteraad of het gemeentelijk apparaat je wil steunen bij alle activiteiten die je wilt ondernemen. Op overheidsgebied gebeurt natuurlijk erg veel ook aan ontwikkelingssamenwerking. Dat is een van de punten die ook vaak voor je voeten geworpen worden als je start in een gemeente met dit soort activiteiten. Omdat men eigenlijk vindt dat het geen gemeentelijke zaak is. Ik denk dat het juist heel erg belangrijk is dat gemeentes zich hier mee bezighouden. Het is, De overheid werkt in het grote, een gemeente kan werken in het klein. Je kan dus een speciale band aangaan met een dorp ergens in de derde wereld. En juist die persoonlijke contacten en de persoonlijke band tussen mensen hier en mensen daar maakt het project ook vaak tot een succes.